Marinus Dijkhuizen, van harte gefeliciteerd met uiteindelijk een makkelijke zege. Zo zag het er zeker de eerste helft niet naar uit. Ja, het staat wel lekker op 2-1, 4-1 en dan doe ik de ranglijst goede zaken, dus dat kijkt een stuk prettiger. Nee, eerste helft begonnen redelijk, vond ik eerst 10 minuten, daarna zakte heel ver weg. 1-0 achter, verdiend, terecht. Heel slordig aan de bal, heel matig in de duels. Kwam eigenlijk niet in ons spel. Ja, dan schiet Adil een fantastische bal binnen 1-1. En bijna de volgende actie is 2-1. Ja, dan sta je eigenlijk heel onterecht in de rust 2-1 voor. Dus het mooie en het rare van voetballen. Ja, in de tweede helft, dat zag er een stuk beter uit. Ja, het leek wel of jullie dat tegendoelpunt nodig hadden. De wedstrijd had zo überhaupt een doelpunt nodig. Want het was in de eerste helft inderdaad van beide ploegen matig. Maar ja, vanaf toen kwamen jullie eigenlijk nauwelijks meer in het probleem. Nee, klopt. Ik moet zeggen, de wind was ook wel een factor vandaag. Rare wind over veld heen, waar het voetbal niet altijd even makkelijk was. Dus het zat een beetje dood inderdaad. Maar ik vond ons wel in de tweede helft in de duels heel scherp. We maken een paar goede goals. We hebben het eigenlijk niet meer een probleem geweest. Dus dan vond ik het verdedigend ook weer top staan. Ja, dan overal ben je toch wel erg tevreden. En Veldwijk scoort weer 2 keer. Ik denk als iemand 90 minuten naar Veldwijk gaat kijken, dat ze soms denken van hij kan niet voetballen. Maar hij scoort wel weer iedere week en nu ook weer 2 keer. Nou ja, Lars kan zeker voetballen en Lars is gewoon een hele goede spits. Dus ik denk dat Roda nog wel... Ja, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat klopt. Maar toch gevoel had ik in het begin ook een beetje bij Lars. Maar ik leer hem nu wat beter kennen en ik heb hem wat vaker zien spelen. Hij is altijd bezig, hij is altijd gevaarlijk om een doelpunt te maken. Je moet hem altijd in de gaten houden. Ja, je denkt dat hij niet snel is, maar hij is wel snel. Hij is doelgericht. Nou, hij is gewoon een goede spits en die gaat er nog een stuk of 7-8 maken. En dan vrees ik dat we hem kwijt gaan raken, maar dat zien we dan weer. Maar gewoon voor grote waarde voor dit team. Een andere speler die ik eruit wil lichten, Kevin van Kippersluis, is in de winterstop hierheen gekomen. Jij kende hem goed. Hij heeft mij in die wedstrijden dat ik Excelsior heb zien voetballen nog niet echt overtuigd. Nee, kan ik me voorstellen. Mai ook nog te weinig. Ik denk dat hij beter kan. Hij heeft veel moeite met de overstap van Jong Utrecht naar Excelsior. In fysieke zin, maar ook wel het niveau ligt toch een stuk hoger dan hij gewend is. De manier van trainen met een volwaardige groep in plaats van met 6-7 man in een jong belofteteam te spelen. En heel weinig gespeeld voor de winst op. Dus hij heeft het moeilijk. Wat dat betreft was ik wel erg content met de invalbeurt van Jordan. En zeker ook van Jeffy Stans, die erg goed inviel. Dus eigenlijk voor de trainers vandaag ideale overwinning. En 4-1. En mijn spits is er weer helemaal bij. En de wissels hebben ook een grote bijdrage geleverd. Dus het houdt de boel scherp. Ja, de trainer kan volgens mij op een goed debuut bij Excelsior. Als je kijkt, het gaat eigenlijk alle weken goed. Buiten die zeepert vorige week in Helmond, waar jullie de eerste helft wel goed hebben gespeeld. Ja, klopt. Het gaat redelijk voor de wind. Op een slechte helft na Helmond gaat het goed. Moet ook, want ik vind dat we een ploeg hebben waar we staan. Staan we nu, daar moeten we zeker ook kunnen eindigen. Daar hebben we de kwaliteiten voor. Alles is fit. Sfeer is goed, hiërarchie is goed. Dat is allemaal voorwaarden om goed te presteren. Dus het wordt tijd voor wat meer duels achter elkaar te winnen. Supporters riepen van de straks, we staan nog maar 1 punt achter Sparta. Leeft dat bij Excelsior? Nou ja, dat werkt zo, dat weet je. Dat is altijd leuk natuurlijk. Ik vind 1 punt achter Sparta niet zo belangrijk. Ik vind 1 punt achter de 5e plek, dat vind ik nog belangrijker. Want dat maakt het nog interessanter. We zijn nog niet zo ver, want we moeten eerst zorgen dat we vast in de 6e plek komen. Ja, 5e plek is natuurlijk wel aantrekkelijk, omdat je een ronde overslaat in de na-competitie. En dat is altijd prettig.